JJ. We leren hem kennen als 14-jarige artiest van het label Green Gang. In de tussentijd ontstond er veel commotie rondom Green Gang en belandde JJ ongeveer 3 jaar achter tralies. Inmiddels is JJ volwassen, weer vrij en wij van 101 Bar zochten hem op om wat vragen te stellen. Ik heb een jaar in detentie gezeten voor een zaak waar ik niks mee te maken had. En voor die zaak had ik al 2 jaar gezeten, dus het is al zeker een 3 jaar dat ik weg ben geweest. En het feit dat ik buiten ben, dat waardeer ik. En als je zo lang bent weg geweest, dan als je weer terug bent in de maatschappij, waardeer je de kleine dingen. En dat waardeer ik nu. En ik ben gewoon heel blij dat ik gewoon weer terug ben. Wat ik heb geleerd, bias is puin, kost heel veel geld en het is nergens goed voor. Naast dat, ja, leer je niet veel in de bias. Dus een verstandige keuze voor eer toch de jeugd gewoon van vermijd de bias, probeer je diploma of iets dergelijks te halen, want bias is scrap man. Ik ben 10 kilo afgevallen, alles. Ik heb buikspieren, ik train eens. Ik krijg niet goed te eten in de bias. En met detentie heb ik vaak getwijfeld om gewoon te stoppen met muziek maken. Dat is een stap die ik niet ga maken. Zoals jullie weten, F is Green Gang begonnen, ik ben zijn eerste artiest. En het is zinloos om het op te geven, want ik heb die talent. En te veel mensen steunen op mij en geloven in mij. Dus Green Gang or die. Dus ik zal altijd door blijven gaan met muziek maken. Heel die rap scene vind ik wel. Want iedereen rap bang bang. Money dit, money dat. Maar aan het einde van de dag zijn al die niggas skeer. Niemand bangt niks. Het is allemaal poeslief. Er zijn 2, 3, 4 rappers in de rap game dat ik denk van, okay, je bent een real nigger en je doet je ding, maar ik voel weinig rappers in die rap shit, man. Een van de rappers die ik echt in geloof waar hij rapt, dat is mijn nigga Vice. Shout out naar Vice en er moet snel een collab komen. Die nigga heeft me benaderd, we hebben gesproken, dus heel snel gaat er iets fixen, man. Dat is iemand die ik echt graag mee wil samenwerken. Want ik voel zijn muziek en ik geloof er heilig in dat het een real nigger is. En dat hij rapt wat hij leeft. Ik ken artiesten die zijn, wat ik op de radio hoor, van een hele jaar zijn ze geboekt. En als je dan nog straatbullshit gaat doen, dan ben je een domme jongen. Dus als ik die kans krijg en ik weet dat mijn kans gaat komen, ga ik er gewoon 100% voor gaan, man. Ik wil me verbreden, weet je toch? Ik wil het niet alleen voor de straat. Kijk, ik ben in een blijfstraat. Ik blijf muziek droppen voor mijn niggas op straat, maar ik wil ook dat Piet en Jan mijn muziek luisteren. Piet en Jan moeten mijn verhaal ook kunnen luisteren. En onderweg naar het werk, 6 uur 's morgens kunnen bouncen op mijn muziek. Snap je? Green Gang is gewoon mijn familie, man. Het is geen gang, geen bedrijf, geen niks voor mij. En ik zie al die chappies zie ik ook niet als collega-rappers. Het zijn gewoon mijn broers en neef. That's that. Zeg die mannen dat ik klaar ben. Kwaliteit van de straat op een plaat breng. Je kan niet ontkennen dat ik hiervoor gemaakt ben. Hoorden ze zeggen dat ik laat ben. Dan zegt die mannen dat ik klaar ben. Kwaliteit van de straat op een plaat breng. Je kan niet ontkennen dat ik hiervoor gemaakt ben. Als die business je niet bevalt. Free bars die ik jullie niks ga geven. Yo Lord, vergeef me voor wat ik doe en deed. En al die dagen in de struggle, ik zweer het, ik leed. Mijn dagelijkse stress, dat waren jullie bijzonderheden. En money ain't a thing, want ik wist nog toen we het zonder deden. En armoede was de oorzaak voor verkeerde keuzes. Niemand gaat me steunen, zelf niet de Heere Jezus. En na het inzicht op mijn omstandigheden, maar liet het zoals het was, blijkbaar heeft alles een reden. Het was een probleem en de hustle was de oplossing. Ik kon niet praten over gevoelens, dus de opkropping. Zorgde voor een plaatsing op een smokschool. In die tijd virgin, attitude, fuck school. Ik bracht mijn mama veel dieper in de shit. Veel te veel verzuim, hoge boetes, niet bij leerplicht. In de ziektewet, maar toch was ze naar harde werken. Ze zeggen wat je niet kilt, maakt je alleen maar sterker. En voor de jeugd, doe jullie best op school. Haal diploma's, haal een papiertje. En doe iets goeds met je leven, man. We out. Grr gang. We still in it. Prah. Let go. Skrrt.